Dinsdagavond rond 9 uur brak er brand uit in een studentenhuis aan de Lange Hezelstraat in het centrum van Nijmegen. De brand was door nog onbekende oorzaak ontstaan in een van de studentenkamers. Bij de brand kwam er veel rook vrij. En één bewoonster moest zelfs met een ladder uit het pand gered worden. Na een uur was de brand geblust. De bewoners konden niet meer terug naar de woning en moesten elders onderdak vinden door de hoeveelheid rookschade. De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.